Oh, wat is dit toch? Oh, verschrikkelijk, verschrikkelijke mensen. Het is inderdaad zover. Ons geliefde Italiaans restaurant. Fabiano. Is door de rechtbank Gelderland-Zutphen. hiet verklaard. Oh, oh, oh. Corona, corona doet wat met de mensen. Dit waren een van de restaurants. Waar je gewoon lekker. Kon gaan chillen. En lekker kon gaan eten. En heerlijk genieten van die lekkere pastas. Wat ze allemaal daar verkochten. Uh, dit is echt wreed. Het nieuws is gisteren binnengekomen. Ik denk ik ga heel even kort een filmpje hierover maken. Want jullie weten dat ik heel erg gepassioneerd ben over eten natuurlijk. Als het over eten gaat ben ik altijd eerste klas aanwezig. Maar ze zijn failliet. Of er sprake is van een doorstart. Ik weet het niet. En dan helemaal met, 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 met corona die nog de, de hele horeca ligt op zijn gat. Dus over een doorstart gaat komen. God mag het weten, maar in ieder geval kunnen we niet meer in Amsterdam terecht bij het Rembrandtplein om lekker te gaan eten bij Fabiano. Ik vind dit echt fucking wreed. Ik vind dit echt verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk. En heel veel mensen met mij, uiteraard. Dit laat ook wel blijken hoe kwetsbaar bedrijven zijn, ondernemingen zijn, in het, uh, in het hebben van niet genoeg cash in huis om dit soort. Ja, misschien is deze crisis een beetje ongekend. Maar je zal toch wel een klein beetje buit hebben in huis, geld in huis hebben dat je... Dus jullie zijn net een maand dicht. Jullie zijn een maand, net een maand dicht. En gelijk boef baf. Dus financieel sterk was Vapiano Nederland BV sowieso niet. Want anders valt het niet zomaar omver. Inmiddels slingert op het internet al die recepten. Slingen nu rond, dus we kunnen thuis ook Vapiano uh, 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 gerechten maken. Dus dat is op zich heel fijn. Maar ik hoop wel dat op een of andere manier dit wordt doorgezet, dit, dit restaurantketen. Want het, was toch, het is toch echt een gemis. Het is toch echt een gemis van, van niet al te duur even lekker uit eten. Um, weet je, die winkels zijn ook altijd heel gezellig en mooi ingericht. Dus dit is heel echt een bittere pil die we allemaal moeten slikken. En er gaan nog veel meer restaurants volgen hierna. McDonald's zal nooit omvallen. Zo krachtig is corona niet. Maar Fabian heeft in ieder geval. Uh, de strijd verloren. Ik ben Finder Creator. Ik maak content op YouTube. Ik zou zeggen like en abonneer uh, op mijn kanaal. En ik zie je bij de volgende nieuws update. Ah, van piano! Ah.